En dan ben je druk bezig met aankleden. Nou, dan ligt hond 1 helemaal hier te waken over je. Ik had gisteren, gisteravond inderdaad, heb ik iets uitgebreid. En Rodi zat achter de boom. Hey meisje! Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 14 januari 2022. En het gaat nu richting de klok van 9 uur. En wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Als ik er zo bij zit, dan weten jullie het waarschijnlijk dat ik weer ga van de pijn. En ja, dat klopt. We gaan zo meteen weer richting het ziekenhuis. Jee, om weer een dosis verdoving te halen. Ja, nou geef mij maar een verdoving lekker mee naar huis. Nee. Dus. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En dan ben je druk bezig met aankleden. Nou, dan ligt hond 1 helemaal hier te waken over je. En daar ligt hondje 2 te waken over je. Ja. Zo lief. Ze merken het ook hè, als je pijn hebt. Oh. Dit is zo lief. Ja. De baas komt eraan, schatje. Ja, wijfie. Ja, leed. En deze voet heb ik gewoon last. Ja, nou ja, voet. Ik heb precies hier dan last. Het is knijterzwart. Maar oké. Het is zeer. Doet pijn. Ja, het ouwe. Mama, auw, mama kan wel janken. Ja. Yeah. Ja, wat ik dus al zeg, ik kan wel janken weer van de pijn. Maar ik weet hoe ik er een beetje mee om moet gaan met schoenen aantrekken en alles. Het doet kria, mama mia, veel pijn. Maar oké, we gaan er gewoon weer voor. Dan ben ik wel weer soms helemaal uitgeput. Maar, en, auw. Het lijkt wel of mijn poten dikker zijn en door, of weet ik veel. Of dat het gewoon vocht is of zo. Dat er gewoon heel veel vocht nu in zit in mijn voeten. Maar het kan ook gevoelsbedrog zijn of zo. Hoor. Maar het doet gewoon heel veel zeer. En dit doet ook heel veel zeer om toch nog mijn veters te doen. Maar wat ik nou ook net altijd zei tegen Roderick. Van ik heb een hele hoge pijngrens. En dat zei Ro ook al in de interview van, hoe moet ik zeggen, eerst even mijn veters weer doen jongens. Auw. Zo, wat Ro dus ook al zei in de interview die ik dus bij hem af heb gelegd van, ik heb een hele hoge pijngrens en doordat ik nu weet van waar de pijn vandaan komt, kan ik het beter doseren. Nou ja, niet beter doseren, maar ik kan er wat beter mee omgaan. Maar het is niet fijn. Ik kan wel janken van de pijn, net zoals in het begin, maar het doet heel veel zeer. Maar ik krop het op, zeg maar, qua pijn en van gewoon lekker doorzetten totdat ik een keertje breek of zo. Hele goede middag nog allemaal. Ja, leuk, top. Het is inmiddels nu net 1 over 5, ja. En ik had gisteren, was het gisteren? Weet ik eigenlijk niet eens meer. Ja, volgens mij wel toch, schat, gisteren. Ja, gisteravond inderdaad, heb ik iets uitgebreid. Ja. Dus ik heb ook een heel mooi pakketje binnen. Helemaal oranje pakketje. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Maar ik ga wel even van met jullie uitpakken. Ja. Hey, dat is handig.
Wat zie ik nou pas trouwens? Dat is leuk. Zo, mooi. Kijk, wat ik dus nou net zag, dat is dus dat ze tegenwoordig dit hebben. Ja, dat is handig. Dus, maar, jullie zien hier een hele mooie witte kastje, dat klopt. Ja, ik ga het gewoon even uit de doos pakken en dan ga ik het aan jullie laten zien. Zo. Dit is een doos. Dit is een bak. Ja. Dat is dus tegenwoordig mijn nieuwe internetkastje. Ja. Zo ziet het dus aan de onderkant eruit. Yes. Zo, zijkant. Hartstikke doei. Dus hij moet zo gaan staan. Helemaal top. Dat is leuk. Kijk, 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 kijk. Opletten. Kijk. Dan gaat hij dus zo staan. Dus dat is mijn nieuwe internetkastje. Dan ga ik even meer openen. Vind ik leuk. Connectbox onderdelen. Ja, dat zit hierin. Nou, hier zit dus waarschijnlijk. Ah, kijk. Ook. Hé, dat is handig. Kijk, inloggen. Schatje. Ik heb een heel mooi kaartje. Ja, een heel mooi kaartje. Mooi, dan heb ik dus deze mooie box. Ja. Kijk, ik heb een heel mooi kaartje. Daar staat ook alles op. Oké. Een heel mooi vierkant kaartje, zeg maar. Dat is mooi. Kijk maar, alsjeblieft. Dat is wel handig. Mooi, dan hebben we dus een ophanging waarschijnlijk. Kijk ermee. Ja! Hé, hey, dat is handig. Hé, hey, kan ik hem alsnog dus ophangen. Alleen ik weet nog niet hoe, maar dat komt vanzelf wel goed. Ja, oh zo. Ja, oké. Kijk. Je moet hem dus wel goed doen. Kun je het andersom doen? Nee, dat gaat niet. Verkeerde kant naar de muur. Kun je het andersom? Dat klopt niet. Nee, maar hij doet hem wel zo. Maar hoe ik hem nou weer los krijg, weet ik niet. Maar alsjeblieft. Dus, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Geen idee nog. Ja, hij zit nou goed vast. Oh, kijk. Dat zeg ik. Je moet hem maar op één kant doen. Dat is irritant. Want de muur zit aan de andere kant. Ja, precies dat. Nee, dat gaat dus niet. Wat je nu wil. Maar ik moet even uitsluiten. Nee, dat gaat dus niet. Mooi, dan heb je dus in deze box. Even je mond houden. Ja, dankjewel. Hebben we dus in deze box ook nog allemaal kabels. We hebben hier een witte kabel. Dat is de coaxkabel, toch? Uit mijn hoofd. Ja, volgens mij wel. Coax. Moet even iemand kijken. Ja, een beetje. Oké, een beetje. Dan hebben we hier nog een leuk ander plugkabeltje. Voor de telefoon en zo. Geen idee. We hebben hier een internetkabel. Nou, ik heb er een. Internetkabel. En hebben we hier ook nog voor de voeding. Om dat kastje aan te praten gaan krijgen. En hebben we hier ook nog een ander boxje. Deze ken ik nog niet. Zo. Deze kon ik nog niet. Dus deze Brown Telecom. Geen idee. We gaan het bekijken. Oh, dat is dit. Oh, dat is dat. Ja, nou. Weet je wat het is? Een schroefje. En dan hebben we hier een wit kastje met een schroefje. En dan hebben we hier dus nog een wit dingetje. Nou, die hebben we dus niet en niet nodig. Maar dankjewel, Sigo. Dus dat. Dus ja, we gaan hem zo meteen even aansluiten. En dan eens even kijken hoe snel mijn internet is. En mijn internetsnelheid die zal ik zo meteen even laten zien hoe snel die nu eigenlijk is. En dan straks. Oké, we gaan eventjes een speedtest doen. Ja, kijk, is helemaal goed. Kijk, en dan. Kijk, hij is dus nu dus nog dit. Is handig, hè? Ja, dat is very handig. Dit is download, mensen. Dit is zometeen upload. En
Ja. En dat is upload. En dan de reactietijd. 1, 2, 6, 8, 10. En daar gaan we. Ja. Nou, dat is iets van... Nou, kijk, netjes. Toppert. Zoals jullie zien is Rodes al lekker bezig met een beetje het installeren ervan. Ja, ik heb al even dingen besproken hoe ik het een beetje wil voor nu. Hij komt sowieso weer achter de krabaal. Wat is er, schat? Kom eens hier. Moet ik het even proberen? Ja, het moet geduwd worden. Ja, nou, als jij dan even mij wil filmen, heel graag. Ik wil jou wel even filmen. Helemaal top. Ik heb je handen kijken. Hij moet duwen, oké. Okay. En deze dus niet? Dat is voor in de muur. Ja, oké. Oké, oké. Van kastje aan de muur namelijk. Helemaal goed. Oh, maar. Hoef niet te waaien. Ah. Erin te steken, maar. Dat is mooi. Ik heb niet genoeg gevoel in mijn handen. Zeg. Maar hij zit er nu wel in. Hij zit er nu in. Dan gaan we dit in het aansluiten. Dat is mooi. Nou, dan ga ik even op en op de handen kijken. Mag dat? Nee. Nou. Doe ik toch, meneer Psychomonteur. Meneer Psychomonteur. En daar is hij dus voor gezakt. Ja, ja. Ja, toch? Daar was je toch voor gezakt, of niet? Ik mocht geen monteur worden, nee. Nee. Maar ik heb wel die examens goed gedaan. Maar in de praktijkexamen viel dat tegen. Maar waarom viel dat toen tegen? Vertel het eens. Nou, je hebt dus een kabel, een dikke kabel. Ja. Zoals je hier kan zien, zit er een kern in. Die is geïsoleerd van de rest van de kabel, van de buitenring. Ja. En heb je een mes. En dan moet je die kabel gaan snijden, precies. Niet te ver, niet te... Met een mes, ja. Gewoon okay. Een mes. En dan, okay. Ja, dat gaat niet helemaal goed, omdat nee. Ik het gevoel in mijn handen heb. En ik zal eventjes nog een ander lampje aandoen. Dat is die, want mijn camera die heeft zoiets van... ik wil niet helemaal scherp stellen. Ik zal eventjes de oude laten zien zometeen. Zo, pas. Kijk, ik heb nou vet veel meer licht. Wat ik dus nu eerst ga doen, dat is even Ro even aan de kant duwen, zeg maar, bijna. Kijk, dan ga ik eerst even deze gordijn en vitrage pakken. En dat ga ik even zo doen. Kijk, hartstikke fijn. Dat gaat gewoon even zo. Hier staat, hangt deze modem dus op dit moment. Ja. Die gaat er zo vanaf. En deze, ja, dat zit net andersom. En hoe groot is die dus eigenlijk nu, Johan? Niet veel groter, alleen dit zit raar. Ja, dit, alleen die zit raar inderdaad. En die kan niet andersom. Nee, maar nu hebben jullie wel ongeveer een idee. Dat die dus... Ietsje dikker. Als jij hem even vast wil houden, want... Die gaan vasthouden. Ja, zo, kijk, dan kan ik hem hier weer... Ietsje dikker. Vasthouden. Dikker. Iets dikkerder. Ietsje korter, maar wel dikkerder. Ja. En als ik hem even op dezelfde... Ja, kijk, nou, zo groot is hij dus. Hij is lager, minder breed, maar wel meer diep. Dus even dat... De bovenkant even in beeld brengen. Dus, dat gaat Ro even doen. Heel even doen. Weer deze eruit. Hey, eerst stekkertje eruit. 1, 2, 3, 6, 18. Ja! Ik heb nou even geen internet meer. Geen internet. Ja, nou, dat is dus mijn gatenmuurkaars, zeg maar. Even daar neer. Dat is een kwestie van even alles overprikken. Gewoon eerst even daar los en dan ga ik hem even zo meteen even aan jullie laten zien hoe veel grote gatenkaars daar is. Kijk. Oh, kijk. Ja. Dit, en dit is dus de schade, zeg maar. Dit is dus de schade ervan, dus ja. Nou, die staan we. Je laat me schrikken, ja! Niet nodig. Nou, dan ga ik eventjes in mijn gatenkaars even laten zien. Ietsje, niet veel. Zo, dit is mijn schade, want Ro die knalt hem er ook zo uit. En dat had het dus eigenlijk niet eens gehoeven op dit moment, maar... Dit moet ik dus even maken, want Ro die pleurt hem er zo af, maar ik had hem dus... Nee, maar je pleurt hem er echt af. Ik wilde dit eraf halen, maar dit gaat ook mee. Ja. Dat wilde ik helemaal niet. Niet? Nee, maar dit is dus inderdaad de schade op dit moment. Dus, en als ik dus eigenlijk in principe deze er eigenlijk op zou willen hebben, hè, zeg maar. Oh nee, dat... Kijk, ja.
Kijk, dan zou het eigenlijk dus zo kunnen. Oh, dat is natuurlijk mooi, maar dat gaat niet. Nee, kijk. Dat gaat niet. Nee. Kijk, nee. Of het zou wel kunnen, maar dan moet ik eerst helemaal hier omdraaien. Nee. Dat zo kan, maar dat gaat niet. Nee. Ja, dat is oké. Nee. Dat heb je toch niet. Nee, precies. Nee. Dus dat. En stekkertjes, die zijn ook... Halt. Oude, en nieuwe. Oude, nieuwe. Ho, niet zo snel. Oude. Ja? En nieuwe. Oké, schat, wat is het verschil aan deze stekkers? Nou, de nieuwe heeft ietsje meer afgeronde hoeken. Ja. Is ietsje kleiner van formaat, aan de beide kanten. Even kijken of ze even dik zijn. Ze zijn ongeveer even dik. Ietsje dunner nog. Ja. En er zit een lampje aan hier. Ah, kijk, dat is mooi. Kijk, dat hij aanstaat. Dat mag ook wel handig natuurlijk. Ja, precies. En doen we ze even nog even allebei even bij elkaar. En even goed. Ja, en aan de andere kant. Ja, oh ja. Top, helemaal goed. Nou, we gaan het meemaken. Ik laat jou eventjes je werk doen als ik er even langs mag. Zou heel fijn wezen. Gaan we lekker langs. Zo, ga ik eventjes op je handen kijken. Wie is de stekker erin? Eerst even een stekkertje erin doen. Ja, ik heb de modem uitgezet, dus dat scheelt. Nee, recht. Nee, recht. Zo. Zo, hij gaat mooi branden. Ja, hallo. Uit. Zo. Maar ja, oké. Okay. Te gaan. Nog even niet. Eerst even de kabels. Nou, Rodi gaat eventjes de kabels doen en dan zijn we zo terug als hij hem aan gaat zetten. Toch? Ja. Oké, okay, Rodi heeft alles aangesloten. Ja. Dus, nou gaat Ro eventjes het kabeltje erin doen van deze mooie modem. Ik weet niet of dit zo goed zit, hè? Ja, dat en dat zit goed, schat. Dat, goed? Dat en dat zit goed. Stroomkabeltje. Ja, nou, dan gaat hij dus, wat ik al zei, lekker de stroom eraan knallen. Yes. Moet je opletten hoeveel die is. 1, 3, 2, 1. En ja, zo. Kijk eens aan, wat een licht, hè. Nou, dan gaan we inderdaad zo meteen even kijken wat hij gaat doen. Ja, ja. Hij is wel mooi, hoor, moet ik zeggen. Hé, hey, hij is wel mooi. Hi, Pippi! Hi, Pippi. Hi, kind. Gezondheid. Ja, ik zit dan nu wel op bed, maar ik ga nog niet naar bed. Nee, want ik ga mijn schoenen aandoen. Daarna ga ik zelf even naar de wc. Daarna ga ik even mijn jas aandoen en sleutels en alles pakken en ook eventjes... een zaklamp meenemen en nog even wat klaarmaken. Want Ro moet eventjes een zakje met lekkers mee hebben. Ik moet even zakjes met lekkers mee hebben. En dan gaan we even met honden naar het losloopbak. Het is nu inmiddels 20 of 12. Lekker partij, zeg maar. Lekker. Dus ja, het is tot. We nemen jullie gewoon lekker mee. Daarom ook. Dus mijn zaklamp. Ja. Helemaal top. Dus, dat ga ik even doen. Dat is leuk. Nou, en voor mensen die het eng vinden. Oeh, balletje. Ja, schijnen? Lukt dat? Nee, niet naar haar. Want ik... Kom maar. Nee, ik bedoel echt gewoon zo naar haar. Want dan kan ik filmen. 1, 2. Echt opletten met wat ik doe, zeg maar. 1, 2. Wie? Oeh, jij wel, hè? Zitten? Ja, nee. Het is uit. Moet ik niet hebben. Hoe gaat hij weer aan? Ja. Nee. Nou. Wat is dat ding? Nog hier aan. Kijk eens, Koekie. Zo, kom dan, een wijzerballetje. Ja, neem mee. Zo. Lady, koekie. Lady, koekje.
Of niet? Zeg maar nee, vrouwtje, want ik vind het veel te leuk om los te zijn. Eindelijk weer eens even. Daar zie je Lady. Daar hebben we ergens Beauty. En hier hebben we Lovely. Bali. En daar hebben we Lady. Bali. En daar hebben we Lovely. Hi! En daar hebben we een balletje. Ja. Daar hebben we Lady. Dat is grappig. Ja, los dan. En daar hebben we Ro. Hey, joep de poepie. Dit is wel grappig. Daar hebben we Lady. Daar hebben we Beauty. En Rodi staat achter de boom. Hey meisje. Hi Lady. Nu weer eens even los, schatje. Lekker even. Daar is Lovely. En hier hebben we Lady nog steeds. Hi Leed. Lekker eens even. Wil je koekie? Leed, wil je koekie? Ja. Zitten. Zitten. Zachtjes. Wat zo. Zo. Lovely ook koekie. Waar ben je? Koekie? Wil je koekie hebben? Wil je koekie hebben? Ho? Lovely, kijk eens, koekie. Nee, heeft geen zin in koekie. Heet die wel weer? Zitten. Lekker even. Zo. Waar ben jij? Lief! Oh daar, hey, hoi. Ja, nou het is dus nu alweer 12:30 geweest, ja, in de nacht. De Rodi loopt ergens daar en ik loop met Lady. Hoe gezellig. De twee zussen zijn even lekker aan het rotvatten nog, kunnen ze even sapies. Ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Kijk, daar. Dat is leuk. Je hoort ze wel, maar je ziet ze niet, zeg maar. Nee, loop al leed. Dus ja, ik ga dus nu weer richting huis. Leed is even weer los geweest, wat jullie hebben kunnen zien. Lekker even in de avond, in de nacht, in het park. Ja. En nu zit ik dus wel weer op bed. En nu ga ik wel lekker deze vlog lekker afsluiten. Het is inmiddels al 2:00 in de nacht. Dus dat wordt tijd. Dus bij deze, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zeg ik altijd, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.